Wat vind je zelf nou het leukste van het werk? Dat geen dag hetzelfde is. Er is altijd wel wat. Samen maken we het klaar, laat maar zeggen. En we stoppen pas als het werk klaar is. Wanneer zijn jullie hier begonnen? Vorig jaar december. 2016, ja. December 2016? Ja. 4 december was de overnamedatum. En wat is er sindsdien allemaal gebeurd, veranderd? Wat niet? Ja. Ja. Ah, we hebben wel heel veel gedaan. We hebben bij overname hebben de veestapel inderdaad niet overgenomen. Dus de stal heeft tot half april leeg gestaan. Nieuwe melkstal, nieuwe boksen erin, nieuwe vloeren en opruimen en schoonmaken. En half april zijn we begonnen met melken van ongeveer 80 koeien was de eerste lading, denk ik. Met 2 maanden, zeg maar, ongeveer binnen 2 maanden hadden we de stal volstaan. Zoals we nu hebben met 300 koeien, waarvan 240 aan de melk. En de koeien komen ook een beetje overal nergens vandaan. Hoe gaat dat verder? Nee, nu zijn ze echt relaxed, maar het duurde wel echt 1 maand of 2 voordat ze echt een maand rustig waren. Als wij hier al zouden lopen, dan zouden de meesten al een paar stappen achteruit doen. Laten we zeggen dat ze... Het zijn kleine koetjes. Kleine koetjes? Wij staan gewoon hoger. Dat is ja, we staan hoger. Oh, ja. Ik denk dat die zijn wel kleiner, maar... Nee, dat valt wel mee op zich. Op zich Oké, dacht al. De eerste 2 groepen die kwamen van Robots. En de derde was dezelfde melkstal dan wij hebben. Dus die kende het spelletje. Ja, op zich de gewenning aan de melkstal ging wel vlot, maar de koeien waren wel heel lang nog heel lang onrustig en 's nachts schreeuwen. Dat ze niet naar de robot konden, anders zijn ze gewend om kunnen ze gaan wanneer ze willen, maar nu... De robot sliep. De robot sliep nog en moet maar even wachten. We hebben wat dat betreft mazzel gehad, met goede koeien kunnen kopen, terwijl dat zwaar was. Want vorig jaar zijn er zoveel boeren failliet gegaan en de slagprijs was hoog. De meeste koeien zijn gewoon geslacht. Toen konden ze de beste prijs maken voor de koeien. Dus met als gevolg dat er later, toen de melkprijs aantrok, iedereen weer koeien wilde en dat er geen koeien waren. We houden het jongvee zelf niet aan, puur omdat we er geen ruimte voor hebben. En we weten niet zeker of het economisch wel helemaal rendabel is, zeg maar. Dus ja, pas op. Marjolein, jij wil daar ook het bedrijfje overnemen? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ik moet er eerst inderdaad wel mijn papiertje in de rond halen en dan ben ik wel van plan om hier naartoe te emigreren, ja. En dan verder in het bedrijf. En wat is de melkgift op dit moment? We zitten op 32 liter per koe nu, per dag. Ja, dat gaat allemaal vrij goed. Dat is, we zijn druk, maar gelukkig, de koeien die werken wel mee met ons, zeg maar. Dat scheelt wel een hoop werk, ja. We zijn hier dan net begonnen, dus het is nog een hele uitdaging hier. Er is nog van alles wat we hier willen verbeteren en beter willen maken en mooier willen maken. En echt ons bedrijf maken. En de natuur is hier prachtig. Je voelt je hier echt helemaal thuis. En wat wij ook ervaren is dat de mensen hier ook... echt super zijn. Ja, maar dat is wel een belangrijk ding. Inderdaad. De mensen zijn hier makkelijk. Sluiten ook het meest aan bij de Hollanders. Qua humor en alles. Ja. Alleen deen hebben nog het voordeel, ze zijn nog rustiger. En dat is de melkstal? Ja, hierachter. Nou, dan kunnen we het beste via die gang. Maar zeggen, meestal zit er vooraan. Ja, daar komt dit stuk van de stal, zeg maar. Was het eerste stuk, die is in 2000 gebouwd en toen in 2009 is deze naar voren verlengd. Okay. Zodoende zit hij in het midden van de stal. En wat voor melkstal hebben jullie? We hebben 2 keer 10. We hebben gewoon visgraat. Oké. Okay. En die was een 2 keer 12 en we hebben er 2 keer 10 van gemaakt. Puur omdat wij alleen denken dat die 2 extra standen de snelheid eruit zouden halen. Omdat je dan gewoon 2 koeien extra moet melken.
En door die visgraat komen de koeien niet heel snel eruit, zeg maar. Ja. Hoeveel brengen die twee koeien dan mee, zeg maar. Dus we hebben er 2 keer 10 van gemaakt. Hier leven we 8 uur per dag. Ja, je melkt 4 uur per melkbeurt. Ja. Oké. Klinkt nog vrij lang, of valt het mee, weet je? Ja, maar met dit systeem is het haast niet mogelijk om snel te melken, zeg maar. Wat valt echt tegen? Wat is nou iets van dat je niet van tevoren verwacht dat zo... Het weer. Ja, dat is echt. We hebben maar 1 puntje, dat is het weer. Maar ze zeggen dat het deze zomer extreem slecht is. Het is top voor de koeien. Het is altijd wind hier. Het is altijd fris in de stal. Niet warmer dan 25 graden? Nee, het is nog niet boven de 25 graden geweest hier. En als er 25 graden is, staat er nog wind. Dus voor de koeien is het ideaal. En dat is denk ik ook wel een reden dat in Denemarken zo goed gemolken wordt. Maar zou je dan sneller willen melken? Of juist in de toekomst een andere melkstal? Nee, deze hebben we nieuw gebouwd, dus deze is echt voor de toekomst. Hier zit ook alleen, we kunnen er wel even inlopen. Het is gewoon heel simpel. Het is indrukken, statten en melken. En voor de rest zit er geen meting of niks op. Je gaat naar de tank en in 2 dagen zien we wat Allah op het bonnetje zet van hoeveel melk we hebben. En that's it. Nee, we hebben gezegd keep it simple. Wat voeren we hier meer? Gras en mais en nog andere bijproducten? Nee. Wij houden van de... Krachtvoer erbij. Van de eenvoud. Gras, mais, krachtvoer, klaar. Niks. Hier had die boer eerst een huis staan waar hij alle melkapparatuur had staan. Ja. En het hutje hebben wij hier weggesloopt en hebben hier helemaal het betonnen plein gemaakt, zodat de koeien inderdaad ook snel eruit kunnen. Snel eruit, snel erin en doorwerken, laten we zeggen. Ja. De meest gebruikte apparaat op het bedrijf, de mini-shovel. Ja. De shoveltjes, dat zijn echt onmisbare dingen op het bedrijf. Ja. Nee, die hebben al heel wat werk verricht hier. Hier is het 's avonds pikkerdonker en je hoort niks. Het is alleen maar natuur wat je hoort, de vogels. En dat komt natuurlijk ook door het glooiende landschap, dat neemt geluid weg. Maar het is hier gewoon veel rustiger. Hier heb je maar 5 of 6 miljoen mensen. En Nederland heeft 16, 17 miljoen. Vrijheid, ja. Absoluut. We zijn cowboys, de vrijheid. Nee, we houden niet van in structuurtjes te lopen of te denken of te werken. Staan we ook onbekend dat we eigenwijze horken zijn. Maar ja, wat is eigenwijs en wat is hork? Als je afwijkt van een systeem, ben je dan een eigenwijze hork? Ik zie het anders. We doen gewoon ons eigen ding. We vallen anderen niet lastig. Tu. Loop links helemaal weer terug. Wil je door de koeien? Mag ook, maakt mij niet uit. Door de koeien is ook leuk, ja. We kunnen hier wel langs. Oh. Ja. Wat vind je zelf nou het leukste van het werk? Dat geen dag hetzelfde is. Er is altijd wel wat. Dan is er weer zus of dan is het wel zo. En vooral ook dat je zelf... Als ik zeg maar nu naar binnen loop, dan is dat prima. Dan kan ik naar binnen gaan lopen en koffie gaan drinken, zeg maar. En dat vind ik wel prettig. En in overleg met mijn vader, dan samen maken we het klaar, laat maar zeggen. En we stoppen pas als het werk klaar is. Ja. En dan heb je ook echt voldoening na een dag dat je denkt, nou, de koeien liggen er weer mooi rustig bij. Het werk is gedaan, nu kunnen we zelf eten en slapen.
Hoe zie je de toekomst hier in Denemarken of voor je bedrijf? Vooral optimaliseren, denk ik. Ja, optimaliseren inderdaad. Dat er nog silo's moeten er komen. Erfverhouding is wel een puntje. Ja, we houden er wel van dat alles super strak is. Zoals van de winter hebben we het al grotendeels zelf omgebouwd. Daar hebben we ook plezier aan om zelf dat uit te vinden en te bouwen. Maar ja, dat is het ondernemen, zelf uitvogelen en zelf uitvinden. Pap, waarom zijn we naar Denemarken gegaan? Dat glooiende van hier, dat vinden we prachtig. Waarom is het zo belangrijk dat er de natuur bij zit? Is het gewoon voor werkers? Ja, wij zijn gewoon boeren. En boeren zijn van de natuur. Dat hoort bij elkaar. Waarom wilde je boer worden? Voor de vrijheid, de natuur en alles wat erbij was. Morgens begint de melk en om 5 uur de herten die lopen hier bijna door de stal heen. Ja, dat is voor ons, dat is het echte leven.